Welkom bij de Kaskoelmo podcast. Vandaag heb ik de gast Martine Berends. Van harte welkom. En dankjewel. Ja, wij kennen elkaar niet. Je hebt heel leuk gereageerd op een post, volgens mij op Instagram. En ja, ik ben dus ontzettend benieuwd naar jou. Kan jij jezelf eens even kort introduceren? Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je belangrijk in het leven? Nou, jij mag waar je over vertelt. Ja, leuk. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor deze uitnodiging. En dat het lekker snel zo geregeld is. En dat we hier zo in deze coronatijd elkaar online kunnen ontmoeten. Ik ben 48 jaar. Ik woon in Amsterdam. En ik heb twee heerlijke pubers. En ik ben eigenaar van Simply Happy at Work. En ik ben werkgeluk-expert. En mijn missie is dat Nederland in 2022 één werkgeluk en werkgelukvloer is voor iedereen. En dat is mijn missie. En ik geloof ook dat iedereen, dat we dat kunnen regelen. En vooral ook omdat ik geloof heel erg in de dragende kracht om het samen te doen. Dus niet alleen samen te werken, samen te doen en ook samen te zijn. Maar dat we dat met z'n allen gaan doen. En ik doe dat doordat ik advies geef aan bedrijven hierover. En ik ben teacher bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Daar doe ik ook een workshop over het creëren van werkgeluk. Ik ben teamcoach en nou, ik doe van allerlei dingen, maar allemaal met werkgeluk als rode draad. Cool. Dat klinkt heel tof. Hey, en wat zou jij zelf als jouw grootste goud zien? Goud is voor mij zeg maar de verzameling van kennis, inzichten, eigenlijk alles wat je hebt verzameld in je leven. Wat zie jij als jouw grootste goud? Nou, ik denk wel dat ik in staat ben om heel veel wetenschappen en allerlei zaken die er allemaal te weten zijn over geluk en werkgeluk in specifiek, om dat heel praktisch neer te leggen bij mensen, zonder daar heel ingewikkeld over te doen en met allerlei hele ingewikkelde termen, maar heel praktisch en ook heel toepasbaar. Dus ik zeg altijd van, je kan eindeloos veel inzichten in doen en allemaal oh ja. Maar op het moment dat je er alleen maar dat laat zijn tot inzichten, maar er niet daadwerkelijk wat mee doet, ja, dan is het heel fijn om allerlei inzichten te verzamelen, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus voor mij gaat het ook altijd om het inzicht, maar daarbij ook van, en wat doen we er dan vervolgens mee? Dus eigenlijk in altijd in hele kleine stapjes. Soms als je dan nog een beetje blokkeert, maak het stapje nog kleiner, maar blijf in beweging en blijf het toepassen. Het is allemaal, dat is eigenlijk een beetje. En ik ben van oorsprong jurist en daar was ik ook altijd wel goed in het. Je kan natuurlijk heel wollig en juridisch praten en dat allemaal heel bijna hè, voor niet-juristen onleesbaar opschrijven. Maar ik was wel altijd heel goed om het heel concreet te maken van dit is er aan de hand, dit zijn de risico's, dit zijn de dingen en ja, dit zijn de opties die er zijn. En vooral ook kijken naar wat er wel kan. Dat vind ik eigenlijk ook altijd fijn. Ja, dat is wel ook echt een kracht hoor, om dat te kunnen. En ja, de juridische wereld is natuurlijk best wel, er zitten best wel complexe, sowieso taalgebruik is natuurlijk nogal ingewikkeld. Dus het is wel heel knap als je dat kan vertalen naar gewone mensentaal. Ja, Lippe Janke. Ja. Wat leuk, nou tof. Hey, en goud, rijkdom, dat wordt ook natuurlijk geassocieerd met geld. En geld is voor best wel veel mensen een interessant, soms een beetje een taboe thema. Maar ik vind het altijd wel heel interessant. Dus ik ben heel benieuwd naar, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou, ik kom uit een heel rijk, zeg maar tussen haakjes, gezin. Mijn vader werkte heel hard. En met het gevolg dat er veel geld was. Maar we hebben daar nooit zorgen over gehad. Het was ook niet zo dat het geld aan de bomen hing en alles kon. Mijn ouders hebben ons daar wel heel erg van bewust gemaakt van geld is wel iets waar je wat voor moet doen. Maar ik denk wel dat we hebben daar nooit. Dus wat dat betreft was het vrij zorgeloos. En dat is fijn. Ik heb daar soms, toen ik zeg maar ging studeren, vond ik dat misschien best wel wat ingewikkeld.
Omdat ik toen ook met mensen in aanraking kwam, waar het geld zeg maar niet zo voorhanden is geweest altijd. En dus dan schaamde ik me soms wel een beetje voor. Dat ik dacht van, oh jee, oh ja, zo kan het dus ook zijn. En dan ga je een beetje, ik weet het niet. Op een gegeven moment heb ik wel een soort turn gemaakt van, ja, dit is wat het is. Ik ben geboren waar ik ben geboren. En ja, daar kan ik ook niet zoveel van doen. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar laat ik er vooral het positief gaan gebruiken. En daar, ja, en daar het met je, niet vanuit een soort schaamte. Hè, wat je net zegt, soms is het een beetje taboe. Of je het wel hebt of niet hebt. En toen dacht ik van ja, weet je, laat ik dat maar gewoon loslaten. En het is zoals het is. En ja, laat me dat niet zo heel veel meer beïnvloeden. Ja. Ja, dat snap ik wel op zich. En als je geld hebt, waar geef je het dan aan uit? Ja, eigenlijk aan van alles. Veel eten, toch? Kleding ook. Ik heb twee puber meiden. Nou, die vinden alles natuurlijk. Die zijn heel erg op kleding en dat soort zaken. Maar ook wel aan sport, vakanties. Ik heb net ook weer voor mezelf een leuk huisje in het bos gehuurd. Om daar even in het najaar voor mijn eigen business ook even weer pas op de plaats te maken van, goh, wat ga ik doen in 2021? En, maar ook wel aan opleidingen en aan ja, dat soort zaken. Ook aan mijn huis, maar ja, dus studieopleidingen, boeken. Ik heb één regel ook naar de kinderen toe. Boeken, als je een leuk boek ziet, dat mag je altijd kopen. Dat vind ik wel belangrijk. Oké. En stel nou dat je nog één tientje had. Ik zeg niet voor altijd, maar voorlopig eventjes. En ja. Je laatste tientje. Wat ga je daarmee doen? Ja, die geef ik weg. Omdat ik er geloof dat als je het weggeeft, dat het op een moment wel weer, op het moment dat jij het weer nodig hebt, komt het je ook wel weer, komt het je weer tegemoet, komt het weer bij je terug. Dus ja, dat ga ik weggeven. En aan wie of maakt dat niet uit? Nee, dat maakt natuurlijk niet zo uit. Ik denk dat op het moment dat je dat heel erg gaat geven aan iemand die of het heel erg nodig heeft, of een goed doel, maar dat moet dan wel echt een goed doel zijn. Of, weet je, dan ga je er allerlei voorwaarden aan, aan geven. En ik weet niet of je het dan, zeg maar, ik geloof er daar eigenlijk dan niet in dat je het dan weer terugkrijgt op het moment dat het jou uitkomt zonder weer andere voorwaarden. Het is heel mooi om geld als een soort flow te zien waarin je dingen weggeeft en het op een moment alweer op naar je terugkomt. En dat hoeft niet te zijn in geld zelf, maar dat kan ook op een ander vlak zijn. Dat iemand jou voorstelt aan een mooi bedrijf waar je een prachtig opdracht gaat krijgen. Of weet je, daar geloof ik wel in. Oké, ja. En als je een tientje zou vinden op straat, wat doe je daarmee? Ja, dan ben ik natuurlijk wel dat ik gewoon heel goed om me heen kijk van, zie ik niet iemand waar het net uit zijn zak is gevallen en dan loop ik daar natuurlijk achteraan en geef ik het terug. Maar op het moment dat ik zeg maar op een heel lege dam, zoals we de laatste tijd wel eens mee hebben mogen maken, en ik zie daar dat tientje en er is niemand in de buurt, ja, dan hou ik dat. En dan doe ik eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je net zei, van met het laatste tientje, dan geef ik dat uit of ik geef het aan iemand die op dat moment denkt van ja, dit is voor jou, of ik ga het aan iets uitgeven. Ik denk van ja, hier heb ik zin in, of dit heb ik nodig, of zoiets. Dan geloof ik wel ergens dat het aan mij is of zo, of dat het voor mij nu is. Grappig, ja, leuk. Ik heb nog nooit, ik heb deze vraag, volgens mij heb ik 55 keer inmiddels mensen geïnterviewd over wat hun rijk maakt. Niet allemaal voor mijn podcast, maar wel voor mijn blog. En ja. Er is nog nooit iemand die gezegd heeft, ik ga checken of iemand het niet verloren heeft. Ik vind het echt heel grappig. Oh ja, dat is wel mijn eerste. Ja. Ik heb ook wel eens gehad dat je bij de pinautomaat of bij de geldautomaat staat en dat er nog geld in zit. Ja, dan ga ik ook meteen denken, oh wat erg, het zou je maar gebeuren. Dus dan kijk ik ook om me heen van jeetje, en als het een heel hoog bedrag is en dat is aan een bank, dan denk je, ja, dan breng ik het maar terug. Want zij kunnen volgens mij zien voor wie het dan is. Ja. Maar als het zo eruit valt, dan even kijken. Ja. Nou, ik vind het wel leuk, ja. En als geld nou echt geen enkele rol, rol zou spelen, als je dus echt gewoon ongelimiteerd geld zou hebben, hoe zou je leven er dan uitzien?
Nou, ik denk niet dat mijn leven er heel erg anders uitziet dan dat het er nu is. Omdat ik zelf maar zelf nu, doordat ik deze missie heb gevonden en ik werk gelukkig heel belangrijk vind, blijf ik dat doen. Hè? Dat zeg ik ook wel vaak tegen personen die in mijn lessen komen of die coach. Van ja, weet je, eigenlijk is het natuurlijk het mooiste als je wat vindt waar jij helemaal van aangaat. Wat je ook blijft doen als je er geen geld voor krijgt. En dus dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde als wat ik nu zou doen. Zou niet heel veel andere dingen gaan doen. Ik denk dat ik droom altijd van zo'n klein boshuisje ergens in the middle of nowhere. Ik denk dat ik die dan wel, als ik heel veel geld had en dat wil ik, dan ga ik daarvoor. Dan zou ik dat erbij gaan zoeken en gaan bekopen. Maar verder, nee, ik denk niet dat ik iets heel anders zou gaan doen. Geen wereldreizen of... Nee, denk ik, het is wel zo. Als geld natuurlijk niet belangrijk is, of niet in die mate belangrijk is in je leven, dan dat je dus wat meer... En de mogelijkheden zijn wat ruimer. En je hoeft niet alles te doen omdat je daarmee maar geld... Je kan ook rustig nee zeggen als jou een opdracht tegemoet komt. Je denkt van, oh nee, ik doe helemaal niks bij. Dat je dan ook rustig kan zeggen, nee, doe ik niet. Maar ik denk niet dat ik een soort van, oh, dan ga ik stop acuut met werken en ik ga... Nee, helemaal niet. Of ik ga een wereldreis maken of ik ga... Ik denk niet dat ik het heel anders zou gaan doen zoals ik het nu al... Ik denk dat ik ook iets meer zo'n huisje, inderdaad, dat zou ik mezelf dan gunnen, zeg maar. Ja. Ah, dat zie ik wel voor me, ja. Superleuk. Superleuk. Ja. En wat maakt jou rijk? Ja, dat is misschien heel cliché, maar dat zijn toch wel een beetje de kleine dingetjes in het leven. Natuurlijk zeker ook in deze coronaperiode waar we nog in zitten. Dat je realiseert dat eigenlijk gezondheid, familie, vrienden, een fijn huis om in te zijn... Dat soort dingen gewoon heel belangrijk zijn. En dat je elkaar, dat je het met elkaar doet. Ik denk dat ook, dat vond ik zeker in het begin van deze periode op straat. En iedereen was ook aardig en vriendelijk. En hier in de buurt ging ook meteen zo'n buurt-app al los van voor wie kunnen we wat doen? Voor wie moeten we boodschappen halen? Hoe gaat het met iedereen? Weet je, dat je heel erg... kijkt naar de omgeving. En dat vind ik wel een rijk leven. Dat vind ik wel fijn, dat zo is. En dat kan ook heel erg van de kleine dingetjes. Een rennend kind of een glimlach. Wat ik ook eindeloos heb gedaan, gewoon fijne wandelingen maken. Amsterdam is even van een hele andere kant zien. Ik ben heel vaak daar 's avonds op de wallen gaan lopen. En dan dacht ik even van, jeetje, wat is het eigenlijk prachtig. Prachtige gebouwen, prachtige architectuur. Dat soort dingen vond ik wel heel, heel fijn. Dus dat zijn ook wel dingen, dat had ik altijd al wel. Dat je blij kan zijn met hele kleine dingetjes. Maar nu in deze periode dacht ik van, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Gewoon. Je vrienden, je familie, je huis, je omgeving. Blij zijn eigenlijk met jezelf. Dat is, ja, dat is eigenlijk, of dat je dat ook ziet, dat je het ook realiseert. Ja. Dat je dus heel, je bent er heel bewust van, als ik het zo hoor. En je gaat er dus ook nog heel bewust in mee. Dat vind ik ook wel grappig. Inderdaad, zodat je dan op de wallen, ik liep ook op de wallen. Ik dacht, jeetje, ik heb nog nooit de wallen gezien met niemand op straat. Nee. Ik vond het zo raar. Ja. Maar het schijnt ook dat heel veel buurtbewoners elkaar in deze periode pas zijn gaan ontmoeten. Van, oh, woon jij hier ook? Weet je, want normaal kom je elkaar natuurlijk helemaal nooit tegen. Tussen al die majesterische mensen allemaal. Ja. En nu was iedereen echt zo, oh, wat fijn. En wat woon je hier eigenlijk? Prachtig. Het is echt zo'n mooi, prachtig gebied. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel mooi dat je dat ook koestert. Dat je ook ziet van... Want mensen zijn toch, de coronatijd zorgt natuurlijk wat dat betreft wel voor ook die positieve dingen. Je wordt gewoon stilgezet. Dus je gaat ook stilgezet. Ja. De een kan daar een beetje mee omgaan dan de ander. Maar als ik het zo hoor, dan kan jij het wel ook omarmen. Ja, ik heb het zeker omarmd. Ik heb ook echt wel dagen gehad dat ik echt totaal niet meer zag zitten. En dacht ik, jezus Mina, waar raken we in beland? En hoe komen we weer uit? En
holy moly moly, wat gebeurt er, zeg maar. Maar ja, dat soort dagen waren gelukkig, kwamen er ook wel weer dagen dat je dacht, oké, nou ja, het is wat het is en we maken er wel wat van. En ja, je kan er toch niet zoveel je hebt er niet zoveel invloed op, hè? Nee. Dus dat kan je maar beter dan loslaten en kijken waar je wel invloed op hebt. En ja, daar proberen het goed voor te maken. Ja. Helemaal mee eens ook, ja, zeker. Hey, als het gaat over, dit vond ik al een hele mooie levensinzicht, maar ja, vaak halen we die ook uit boeken. Heb jij een favoriet boek en waarom? Nou, ik heb toevallig in deze, die Michael Pilacci, die natuurlijk iedereen al, die ben ik eens even een keertje gaan lezen. Ik denk, oh ja, dat is wel, ik weet niet of dit nou mijn lievelingsboek is. Ik heb niet zo heel veel lievelingsboeken. Ik heb wel, wat ik een heel indrukwekkend boek vond, was Alleen met de Goden van Alex Bogers. En dat vond ik vooral heel, ik weet niet of je het kent, maar hij is een Rotterdamse schrijver. En het is een vrij rauw boek. En het is ook vrij, het is een vrij mannelijk. Het is op een of andere manier vanuit een soort mannenperspectief geschreven. De hoofdpersoon is ook een man. En beschrijft een beetje zijn leven, wat niet altijd even makkelijk is geweest. En dat vond ik een heel indrukwekkend boek. Ook omdat het dus vanuit die mannelijke. Als vrouw associeer je je vaker met een vrouwelijke hoofdpersoon, denk ik, dat makkelijker is. Maar hier vond ik wel helemaal, ik denk, oh ja, op een gegeven moment realiseerde ik me ook, ja, dit is echt een beetje de mannen, het is vanuit een mannenperspectief geschreven. En dus dat vond ik eigenlijk vond ik leuk om dat eens even ook zo bewust van te zijn. Oké, goede tip. Ja, ik ken het niet, maar leuk. Het is echt een mooi boek. En als het gaat over bijvoorbeeld ondernemers, maar het mag ook iemand anders zijn. Wie is een groot voorbeeld voor jou? Oh. Nou, ik vind toch altijd Esther Perel wel heel inspirerend. Deze Belgische, Amerikaanse coach. Ze zit natuurlijk heel veel op relatietherapie. Hè? Zij heeft ook een podcast. En daar ondervraagt zij stelletjes en echtparen die bij haar in therapie zijn. En ik vind bij haar het toch altijd heel knap hoe zij in hele duidelijke taal gewoon aangeeft waar het zit. En waar het waar de schoen wringt. En ik vind haar heel knap. Dus soms heb je van die. Bij die Michael Pilacci vind ik dat ook een beetje. Die gaan op een gegeven moment een beetje zo zweven. Maar zij blijft heel erg down to earth. En wat ik bij haar nu ook heel leuk vind, is dat zij een switch, of ook een switch maakt naar de werkvloer. Dus zij zegt eigenlijk van, ja, de relaties die je hebt in je liefdesrelatie, die heb je natuurlijk ook op je werk. Dus zij heeft nu ook een hele interessante podcast over werkrelaties. En eigenlijk is daar natuurlijk de dynamiek en de problematiek en de uitdagingen zijn eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Dus dat vind ik een. Ik vind het gewoon een hele leuke vrouw. En ergens is ze is Belgisch en ze is toch ook een beetje Amerikaans. En ergens heb ik ook altijd een beetje een soort allergie voor Amerikaanse. Dat Tony Robbins en zo, dan vond ik ook altijd een beetje. Die Amerikanen kunnen altijd zo overdrijven. Maar zij blijft heel erg. Een beetje down to earth. Dus, en ik vond ook tijdens de corona, ze zou naar Nederland komen. Dus ik had ook tickets daarvoor gekocht. En dat is toen vervangen door een online verhaal. En toen had zij twee dingen. Zo van, ja jongens, ondanks alles waar we in zitten. Maar blijf het leven wel vieren. Weet je, zorg wel dat je ook als er een verjaardag is. Kijk gewoon hoe je dit op een manier kan blijven vieren. En blijf niet, ga niet stilzitten van, nou ja, het kan nu allemaal niet meer. Nee, er zijn zich andere mogelijkheden om het wel te blijven doen. Dus dat vond ik echt wel een mooie aanmoediging van, blijf vooral het doorgaan daarmee. En we weten toch niet hoe lang dit gaat duren. En waarop gaan wachten tot het weer normaal gaat worden, je weet ook niet meer. Dus dat vond ik wel een hele mooie les van haar. Wauw. Ja, ken je haar? Heb je haar als, ja, zeker wel. Maar ik moet zeggen dat ik haar niet echt volg of zo. Dus ik weet wie het is en dat ze af en toe hele rake uitspraken doet. Maar ik heb er niet in verdiept, laten we het zo zeggen.
Maar ik ben ook niet een soort enorme addict of zo. Maar ik weet dat altijd op een of andere manier komt ze af en toe een beetje zo je leven weer in. En dan denk ik echt van ja, ze boeit gewoon heel erg. Ze kan gewoon heel erg de vinger op de zere plek leggen. Ja, dat is wel knap. Ja. Dat is wel knap. Als het gaat over jou leren kennen, dan ben ik wel nieuwsgierig natuurlijk. En dan is ook altijd zo'n, sommige mensen schijnen dan een hele lastige vraag te vinden. Als ik het echt zou kunnen, dan vind ik ook heel lastig. Vind je die lastig? Ja, die vind ik heel lastig, omdat ik niet... je kan bijvoorbeeld zeggen van ik ben, als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik een overleden boertje heb gehad. Of weet je, dat een soort heftige gebeurtenis is in je leven die je wel met je meedraagt, maar waar je niet zeg maar heel erg mee te koop loopt. Of dat je een ziekte hebt overwonnen of wat dan ook. Daar, tenminste, dat is mijn eerste associatie bij deze, bij deze vraag. Dus dat is een beetje, dat zegt een... Kort over mij. Ook iets over jou, ja. Maar ik denk wel dat ik uiteindelijk denk, ik geloof niet altijd in mezelf. Ik geloof niet altijd dat wat ik doe, dat nou of zo aan de dijk zit. Of als je even denkt van, ben ik nou degene die in Nederland, die hier de werkgeluk op de agenda zet. En kan dan ook soms, weet je, als je dan iemand ziet of iemand tegenkomt, dat je helemaal denkt van, maar jij bent veel meer geschikt hiervoor. Of jij kan dit, dit is voor jou. En dan dat je jezelf een beetje zo voelt wegzakken, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel wat meer last van heb. Ik denk niet dat ik zo, ik hoef niet zo over te komen. Maar dat ergens zit er best wel een soort stemmetje zo op je schouder van wie denk je nou wel dat je bent? En is dat wel allemaal zo? Gaat dit nou allemaal succesvol zijn? En doe toch maar gewoon. En dit gaat je natuurlijk nooit lukken of zo. Dat is wel een soort stemmetje waar je... Het stemmetje wat ongeveer bijna elke ondernemer / mens heeft. Ja. Dat stemmetje bedoel je. Ja. Meerdere van die stemmetjes, ja. Nee, dat is... dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Dat er even twijfel toeslaat van... wie ben ik om dit te willen? En gaat het lukken? Of als het lukt, wat dan? Ja. Maar ik kan natuurlijk faalangst hebben, maar ook straalangst. Ja, stel dat het lukt, dan sta ik daar. Ja. Gaat iedereen... dat kan natuurlijk ook een soort... Weet je wel. Ja, stel dat het wel gaat lukken. Ja. Oh, ja. Dus doe ik het maar niet. Ik weet niet, het is volgens mij net zo spannend. Ja, maar zeker. Ja. Waarom doe je het? Waarom wil je werkgeluk vergroten? Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat ik erachter ben gekomen ook een beetje, dat er zijn gewoon heel veel mensen die slepen zichzelf elke dag naar hun werk. En zijn blij als het 5 uur of 5:30 is en leven toe van het weekend naar het weekend. Want dan ben je, zullen we zeggen, mensen zeggen, dan ben ik vrij. Ja. Echt, ben ik vrij? Waar ben je dan vrij van? Je hebt een weekend waarin je niet, waarin er ook ruimte is voor andere dingen. Als je heel erg naar onderzoeken gaat kijken, dan zijn er gewoon eigenlijk heel weinig. Het is gewoon een groot deel van de mensen in Nederland, maar ook in Europa, die helemaal niet zo, die gewoon puur werken, omdat ze daarmee hun lasten kunnen betalen, hun kosten kunnen betalen en een leuke hobby kunnen financieren en af en toe in de zomer op vakantie kunnen gaan. En dan word ik altijd een beetje treurig van, eerlijk gezegd. Dan denk ik, jeetje Mina, maar als je ze dan doorvraagt en zegt van, nou eigenlijk zou ik heel graag, ik ben heel goed in tekenen of ik ben heel goed in, en dan denk ik van, waarom doe je niet waar je heel goed in bent en wat je heel leuk vindt en waar je dus ook heel veel energie van krijgt. Ja. Dus dat vind ik echt wel een soort, aan de andere kant, weet je, op het moment dat jij als werknemer, medewerker gewoon heel blij bent, dan zul je dat ook in de bedrijven merk je dat het bedrijf ook beter gaat lopen. En dat er veel minder, weet je, soms is het ook zo heel erg met problemen. En
ik ben natuurlijk zelf jurist, dus als iemand zegt van, nou, waar heb ik recht op? En ik heb recht op dit. En als ze dan beginnen te zwaaien, dan denk ik, oh, nee, ik weet je, daar wil ik helemaal niet in terechtkomen. Laten we het gewoon dit met elkaar kijken van, wat wil jij? Wat is goed voor het bedrijf? Wat is goed voor jou? En laten we daar gewoon eens samen naar kijken. En laten we daar eens, en niet allemaal heel strikt in allerlei regeltjes en dat soort dingen vallen. Dus dat is waarom ik denk. En mensen werken natuurlijk. En wij, weet je, vroeger was 65 jaar was je met pensioen. Nou, die leeftijd die schuift lekker op en op. Dus en ja, maak wat van je leven. En ook van je. En dus van je werk. Ik geloof ook niet zo in zo'n soort work-life balance. Weet je, je hebt gewoon één leven waarin werk een onderdeel is. Maar het kan niet zo zijn dat je werkt en daarnaast leeft. Dat vind ik zo'n gekke. Vind ik een hele gekke benadering van hoe dat is. Ik denk van, zeker ook wat je ziet nu in de huidige generatie met die millennials, die kijken daar ook steeds. Weet je, mijn vader die werkt nog steeds bij hetzelfde bedrijf als waar hij begon toen hij naar zijn studie was. En dat was zo was natuurlijk, ging ergens werken en daar haalde je pensioen. En dat is natuurlijk steeds minder. En nu is het ook, weet je, dat is überhaupt niet meer. Dat vinden ze überhaupt niet meer zo belangrijk. Dus dat is wel, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk aan deze die millennial generatie. Dat ze veel meer denken van oké, wat wil ik naast mijn leven doen? Of naast mijn werk? Of wat ik wil eigenlijk heel graag iets doen wat ik heel erg leuk vind. Dus ja. Daarom vind ik werkgeluk gewoon heel. Ik gun gewoon iedereen een heel fijn leven waarin werken en doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Een belangrijk onderdeel van dus. En hoe doe je dat? Geef je workshops of doe je trainingen? Of, Ja, ik heb nu een beetje een soort twee. Dus ik geef via de Bewustzijnsschool in Amsterdam geef ik les. En dat zijn dus voornamelijk de medewerkers. En mijn andere ingang is via de bedrijven zelf. Dus dat je met een het liefst zo hoog mogelijk, hè, dus of de afdelingschef, of de manager, of het bedrijf, of de directeur, dat je daarmee gaat praten en kijkt van ja, wat is voor jullie de medewerker echt van belang? Nou, dan zeggen ze allemaal ja. En als je dan vraagt van waar blijkt dat dan uit? En wie neemt hier dan de beslissingen? En op basis waarvan neem je dan de beslissing? Doe je dat op basis van je winstcijfers, je omzetcijfers of wat goed is voor je personeel? En daar zie je dan vaak dat mensen die zeggen nee, mijn personeel is heel belangrijk, dat ze toch de beslissingen niet op basis van hun personeel nemen. En dus dat is een beetje wat ik zo benaderen. Dus, en ik geef dan ook workshops binnen bedrijven. Dus als er. Het is vaak. Je ziet nu wel veel meer bedrijven die daar echt wel oog voor hebben. En ook al chef happiness officer binnen bedrijven hebben. En daar geef ik dan workshops in. Dat is een beetje afhankelijk van. Ga ik kijken naar de talenten. Ga ik kijken naar kernwaarden. Ga ik kijken naar een missie. Soms zie je ook bij afdelingen. Weet je, het werkt gewoon heel goed als mensen weten waarvoor ze, waar dit bedrijf voor staat. En soms is het voor het bedrijf wat minder duidelijk, maar dan kan je wel als afdeling bijvoorbeeld heel erg een soort missie bedenken van, nou, wij vinden het heel belangrijk, we zijn een marketingafdeling, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat. En dan kan je daar weer voor jezelf ook toe verhouden, van welke manier draag ik daar dan toe bij. Dus je hebt ook een mooi voorbeeld in Amerika van er was een president die liep in de NASA en die had een rondleiding en daar was een schoonmaker. En die schoonmaker zou je denken van ja, die maakt gewoon schoon, wat maakt het nou uit? Maar hij zei nee, ik maak schoon, zodat ik zorg, omdat hier alles schoon is, dat de ruimtevaart ontwikkelt en dat er een man naar de maan gaat. Daarom ben ik hier en maak ik hier schoon en niet bij een ander bedrijf, omdat ik dat heel belangrijk vind in mijn in mijn leven. Dus dat vind ik wel heel mooi, omdat dat mensen zich daartoe verhouden. Je merkt ook dat veel, dat had ik zelf ook binnen mijn carrière als jurist. Dat op een gegeven ogenblik vond ik mensen helpen en eigenlijk alleen maar in problemen denken. Je gaf net in de inleiding aan het horen je voorspraak van het is een jurist, het zet natuurlijk allemaal bieren op de weg en daar gaan we dan mee vechten of niet, of gaan we omheen. En dat is dan, op een gegeven moment ging dat voor mij daar een beetje wringen. Ik dacht van, ik wil helemaal niet met allemaal problemen bezig zijn. Ik wil juist het vanuit een positievere kant bekijken. En dus daar ging het voor mij zelf een beetje wringen. Dacht ik van, ja nee, dus moet ik een andere kant op gaan.
Dus ja, ik coach ook mensen die zeggen van ik wil van baan veranderen of ik wil naar een andere. Ja, dan gaan we gewoon eens even kijken van wat drijft je, waar zijn je talenten, wat vind je belangrijk in het leven. Soms komen we er ook achter dat ze eigenlijk heel goed op hun plek zitten, maar dat ze het net even van een andere kant kunnen benaderen. Of dat ze, weet je, het is vaak dat ze denken van, oh god, ik moet nu mijn baan opzeggen of ik moet nu. Dat is meestal niet. Soms kan je, als je zegt van ik vind het heel leuk om te tuinieren, ja, ga dan kijken of jij een leuk volkstuintje kan beginnen. Of ga gewoon lekker op je balkonnetje in de aarde vroeten. Weet je, dat het hoeft niet te zijn dat je opeens je baan hoeft op te geven en bij een tuincentrum moet gaan werken of zo. Dus dat, ja, soms kan het ook in hele andere dingetjes zitten. Ja, ja, dat herken ik wel. Ja. Ik had het inderdaad ook tijdens mijn carrière als directiesecretaris op een advocatenkantoor. Dat ik op een gegeven moment voelde van ja, ik wil eigenlijk mijn creativiteit meer kwijt. En dat kan ik niet op de manier waarop ik het wil. En toen gaf iemand me het advies om één dag in de week ondernemer te worden. Want dat wilde ik wel graag, maar dat durfde ik niet. Dus toen kon ik gewoon oefenen en lekker mee te spelen ermee. En toen was ik eigenlijk alweer 10 keer zo blij. Want toen dacht ik, dan kan ik mooi daar mijn ei in kwijt. Uiteindelijk vond ik het te leuk. Dus, maar goed, ja, weet je, dat is wel een goede manier om je werkgeluk eigenlijk in een hele korte periode weer te vergroten. Ja. En ja, dat is volgens mij best wel effectief. Ik was ook nog nieuwsgierig, want jij zei van, ik ben bezig, dan ga ik met mensen een beetje ook die kernwaarden en zo een beetje bekijken. En dat we dan een beetje die neuzen allemaal dezelfde kant uit, dat je het allemaal voor hetzelfde doet. Maar heb jij, wat zijn jouw kernwaarden? Mijn kernwaarden zijn positiviteit, kwaliteit, speelsheid. Dat zijn eigenlijk mijn drie basisdingen. En ik doe elk jaar, kies ik een beetje een soort, noem je dat? Een soort, nee, geen reserve, maar een soort vierde vrije figuren, zeg maar. Waarvan ik denk van, nou, daar, dat vind ik wel belangrijk om dit jaar daar wat meer over te laten gaan. En voor mij was het dit jaar intuïtie. Dat ik veel meer vanuit een soort intuïtie, ja, intuïtief dus even stilstaat van, wat voel ik eigenlijk? En wat is nou eigenlijk voor mij heel goed? En weet je, soms kan ik ook zo van, nee, dit voelt gewoon niet oké. Ga ik gewoon niet doen. En dan, ja, als jurist wil je natuurlijk allemaal 20 argumenten en onderbouwingen. En ik dacht, nee, ga het gewoon even niet doen. Nee, ga het gewoon even. Dus dat is een beetje mijn positiviteit wil voor mij zeggen dat ik gewoon, ik zie zelf overal mogelijkheden in. Hè. Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan dat je verwacht. En ik omring mij ook graag met mensen die positiviteit uitstralen en die schouders eronder zetten. En voor mij is kwaliteit heel erg dat ik ik had een beetje, eerst afspraak is afspraak, maar dat klinkt meteen zo. Maar ik bedoel, op het moment dat ik ergens ja tegen zeg, dan ga ik van A tot en met Z en ga ik er helemaal voor. En als ik dat denk van, dan doe ik het dus gewoon niet. En dat verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje van mijn omgeving. En de kwaliteit zit ook heel erg dat ik denk van ja, als ik iets doe, dan moet het gewoon, dan wil ik gewoon dat het optimale is. Dus als ik drink 1 koffie per dag, maar dat moet dan wel top koffie zijn, want anders doe ik het niet. En ook dat ik zoek aan de mijn oog is niet helemaal meer oké, maar ik wil wel dat de beste oogarts van Nederland aan mijn oog zit. En of ik, als ik een fysiotherapeut nodig heb, dan vraag ik aan iedereen van, ik wil de beste fysiotherapeut op dat gebied. Dus dat je wel heel erg naar kwaliteit zoekt, ook in je omgeving. Dat ik vraag het van mezelf, maar dan vraag ik het ook van de omgeving. En speelsheid is dat ik wel belangrijk vind, dat het altijd een beetje luchtig en een beetje humor in zit. En dat het een beetje mag schuren. En dat het altijd wel een beetje, ik vind het wel belangrijk dat het een beetje vrolijk is. En iedereen nog een beetje de speelsheid van jongeren, jonge spelende kinderen, dat er een beetje in zit. Maar ook een beetje de humor, een beetje luchtig, niet te zwaar nemen. Een beetje die kant op elkaar. Klinkt goed. Heel tof, ja. En ik heb het heel helder, dat vind ik ook leuk. En dat jaarthema, dat vind ik ook grappig. Dat doe ik ook altijd. Ik heb ook ik heb ook een apart jaarthema, hè. Maar een beetje die vierde kernwaarde is dan voor mij altijd een beetje. Ik denk van ja, soms bij kernwaarde kan het ook wel eens een soort wenswaarde zijn, hè. Dat je heel erg. Maar ik denk van nee, dit is. Nou, dus dat intuïtie is dan van nou, dat mag een beetje een soort extra aandacht geven. En mijn jaarthema is dit jaar Move On. Oh. Dus dat het gewoon, dat het in beweging, dat ik in beweging blijf en dat ik ook vooral door blijf gaan. Cool. Move on. Ja.
Leuk, ja, ja. Klinkt goed. Als het gaat over levenslessen of inzichten, is er een bepaald inzicht waarvan je zegt van, nou, dat heeft echt voor mij best wel veel veranderd? Of een quote, ja. Dat je dacht van, wauw. Ja, en ik weet, daar ben ik dan wat minder goed in, omdat die hele theoretische, maar volgens mij heet het de cirkel van invloed. Maar dat je heel erg, soms kan je heel erg druk zijn met iets waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Mm-hmm. En op het moment dat je dat beseft, dan kan je dat ook loslaten. En denken, oké, ja, weet je dan, en dat wil niet zeggen, en dan soms krijg je dat er een soort onverschilligheid komt of zo, of dat jij... dat je een beetje ongeïnteresseerd wordt. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Maar ik vond dat wel echt een van de meest krachtige dingen die ik op denk van, ja, ik vind heel veel dingen heel belangrijk. Maar als je dan vraagt van, heb ik daar echt invloed op? Heb ik zelf daar invloed op? Direct? Dan denk je, ja, nee, heb je eigenlijk over maar een heel klein deel van de dingen die je belangrijk vindt, heb je invloed op. En op dat moment dat je dat realiseert, kan je dat ook loslaten. En hoef je daar dus ook niet meer mee te vechten of zo. Of die strijd aan te gaan. En dat heeft voor mij wel heel erg veel rust gelaten. Dat een soort rust gegeven. En een soort van, oké, daar hoef ik me niet druk over te maken. Want ik heb daar geen invloed op. Ik vind het heel belangrijk. Maar ik heb daar geen invloed op. Ja. Ja. Dus dat, dat heeft mij heel veel energie opgeleverd. Ik had heel veel energie om vanuit het negatieve en daarin te strijden en dat soort dingen. Maar dat, ja, op het moment dat je dat niet meer doet, geeft dat heel veel. Komt die energie ook weer vrij, maar die kan je dan omzetten naar veel positieve dingen. Dan kan je de dingen waar je wel invloed op hebt, nog veel harder beïnvloeden. Ja. Dat is natuurlijk ook wel cool. Ja. Ja. De cirkel van betrokkenheid bedoel jij eigenlijk inderdaad. Dat is de wat grotere cirkel. Dat je dus heel, heel druk maakt en heel betrokken bent bij dingen. Maar dat voel je betrokken op. Maar de cirkel van invloed is gewoon een heel stuk kleiner als de cirkel van betrokkenheid. Ja. En dat is natuurlijk een nadeel. Maar ja, dat is wat het is. Ja. Maar het geeft wel heel veel inzicht. Ik heb zelf, ben 9 jaar geleden gescheiden. En ook, ik zie het bij heel veel scheidingen en dingen om me heen, dat jij heel graag wil dat jouw partner dit en dit en dit doet of zo. Of dat hij dat juist dat niet doet. En daar kan je heel druk over maken. Ja. Maar op een gegeven moment denk je van, ja, ik heb daar gewoon totaal geen invloed op. Ik heb daar echt geen invloed op. Dus laat het maar gewoon gaan. Dat geeft heel veel ruimte en heel veel rust. Ja. Inspirerend. Hey, en op dit moment, want jij liet al zien dat je het boek aan het lezen was van Michael Pilarczyk. Ja. En wat leest, kijk of luister je verder nog op dit moment? Die heb ik net uit. Die vond ik heel fijn. Ik heb deze eindelijk een keertje gekocht. Een klein leven. Dat schijnt een heel mooi boek te zijn. Oh, maar daar ben ik nooit. Dus die heb ik voor de komende lekkere dikke pil. Ik heb een heel leuk boek over mijn kinderen. Pubers zijn leuk, als je ze maar begrijpt. Dus dat vind ik ook altijd wel interessante kost. Maar verder kan ik ook heel erg, volgens mij ligt ook nog naast mijn nachtkastje, ik weet niet precies hoe die, dus die serie met die 7 zusters. En daar kan ik ook heerlijk in, ik vind het bijna een beetje een soort boeketreeksachtig iets, maar daar kan ik ook heerlijk helemaal in meegaan. Cool. Dus ik probeer het altijd wel een beetje af te wisselen, om af en toe ook een beetje wat meer de en gericht op mijn vakgebied. Ja. Dus de Semco-stijl van Richard Semler vond ik ook een heel mooi boek. En ik heb ook, maar ik zag jou ook al op jouw post van Napoleon Hill, die Think and Grow, heet die nou? Die ga ik in deze zomer, gaat mee. Think and grow rich. Grow rich. Daar heb ik overigens Michael Pilarczyk ook een Nederlandse versie van gemaakt. Met een... Ja, dat las ik. Beter te behap is dan die versie, kan ik je zeggen, uit ervaring. Ik heb het al, weet ik veel, 20 jaar geleden. Nou, het boek is echt super oud. Ik denk 20 jaar geleden voor het eerst. Toen was ik nog geen ondernemer, maar toen had ik het wel gelezen. En toen heb ik het nog... Ja, sommige boeken die zijn gewoon, die moet je gewoon herlezen. Die moet je eigenlijk bestaan. Ja.
Dus dat is er zo eentje, denk ik. Want die, ja, ik weet niet, ik vond het best wel complex eigenlijk. Dus je vat hem meestal niet in één keer. Nee. En wat kijk je? Kijk je ook iets op televisie of op Netflix of weet ik veel? Ja, ik ben een enorme zoet-fanaat, fan. Ja. Harvey Specter en het hele juridische, dat blijft toch echt, dat vind ik echt heel leuk. Ik vind het ook heel leuk, stiekem, dat mijn dochters hier nu ook helemaal, die zijn ook helemaal hoekt nu. Dus dat vind ik ook heel vind ik leuk. Verder onorthodox, ja, ik heb natuurlijk deze afgelopen periode, kon je natuurlijk heerlijk veel kijken. Ik vond The Last Dance van documentaire over Michael Jordan, vond ik ook echt heel indrukwekkend. Dat vond ik eigenlijk ook, dat is ook nog wel iets dat ik denk van, naast het feit dat ik juridische dingen heb, vind ik ook sport altijd wel een hele mooie verbindende factor. En dat vond ik in deze documentaire ook echt heel, ja, het is gewoon echt een sportman, die gaat er gewoon voor. En ja, hoe dat dan werkt in zo'n teamverband. En nou, dat vond ik ook echt indrukwekkend. En ik luister eigenlijk ook wel heel veel podcasts. Dat vind ik eigenlijk tegenwoordig ook heel leuk. Ik moet echt ontzettend gieren om de Zelfs-podcast van Sander Schimmelpenning en Jaap Reesema. Dat vind ik echt hilarisch. Vind ik echt heel leuk. Maar ik vind Rauw van Ruud de Wild vind ik ook een hele fijne. Ik luister ook heel veel naar de Willem-podcast. Dat gaat over de criminaliteit en Willem Holleder. Dat vind ik ook heel interessant op een of andere manier. Blijft dat toch heel erg intrigerend vinden. Jeetje. Tot een beetje van alles wat eigenlijk. Poes wil aandacht. Ja, de poes komt altijd even. Kom maar. Klippen. Dit is ook altijd standaard met die beesten. Ja. Nou, wat leuk. En qua muziek, luister je ook muziek of niet? Ja, ik luister wel muziek. Niet zo heel veel eigenlijk. Ik ben wel, ik vind eigenlijk van alles altijd leuk. Soms kan ik heel erg tijdens het kopen even een beetje van die stampen disco muziek aanzetten. Maar ik vind ook You Bathing vind ik ook heel fijn om naar te luisteren. Of af en toe gewoon van die Spotify playlisten. Vind ik ook. Maar ik ben niet een soort enorme fan of zo van. Ben ik ook nooit geweest. Was ook nooit zo een Doe Maar fan of een Dolly Dots. Of een, ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. Ja. Oké, okay, ja. Grappig, ja. Hey, en heb je nog advies voor onze luisteraars? Of een tip? Dat je zegt van, nou, dat wil ik even. Ja, nou, wat ik eigenlijk een beetje in het begin al zei, van hè, dat je heel erg blijf in beweging en blijf elke dag stapjes maken. Ook al denk je van, nou, dit, maar het is gewoon wel belangrijk. En vooral is het ook goed om, om een soort stip aan de horizon te zetten. Want daar wil ik uiteindelijk naartoe. Of dat zou ik heel graag willen. En dat je dan vervolgens kijkt hoe je daar naartoe gaat. En gewoon en vooral genieten van de weg die je aan het bewandelen bent. Vooral niet denken in een soort rechte lijn van dit wil ik, dus daar ga ik zo naartoe. Want meestal is de weg natuurlijk veel, gaat over allerlei dalen en af en toe neem je een zijpaadje. Maar geniet vooral daarvan. Geniet gewoon van de reis. Hè. Als je gaat... Als je een vliegreis, als het weer mag, naar Australië gaat maken, dan hou ook vooral dat einddoel voor ogen. En ga niet zitten van, oh, dat vliegtuig is zo krap, het eten is niet lekker, en ik zit niet lekker, en ik moet nog zover. Ja, weet je, dan ga je het nooit leuk vinden. Maar gewoon vooral, ja, hè, weet je wat mijn thema ook is, van move on. Zet elke dag een stapje. En soms maak je een reuze stap, en soms stap je ook even wat terug. Dan word je even, dat je denkt, oh, maar kennelijk is dat dan weer oké, als je maar een beetje in beweging blijft. En maak de stapje zo klein mogelijk. Want soms heb je ook wel eens van, ik wil graag een andere baan. En dan stopt het, weet je. En dat je dan heel veel van, nou, waarom wil je dan? Of wat ken je mensen in die omgeving? Of maar zit desnoods, als je zegt van, ik wil een andere kant op. Van, post op je Facebook gewoon een oproepje van wie kent er in mijn netwerk iemand die verstand heeft van interieur ontwerpen. Nou, dan komen er van, meestal, mensen vinden het heel fijn om elkaar te helpen. Dus dan meestal komen er, en dan vanuit daar kan je gewoon weer elke dag een stapje zetten. Dus dat maakt het gewoon heel klein, maar blijf wel, blijf in beweging. Ja, dat is een hele goede tip.
En het is ook, ik vind het ook wel grappig als het gaat over nieuwe banen, is het ook dat mensen zich vaak een beetje verkijken op van, ja, de baan zeg maar als geheel, of de vacature. Ja. En als je gaat kijken naar uit welke elementen bestaat dat wat ik heel leuk vind. Hè? Ja. Misschien kan je dan wel iets vinden waar die elementen samenkomen. En dan wordt het veel makkelijker zoeken. Als dat je zegt, van, ik wil een baan als dit en dan moet je aan die eisen voldoen. Een soort, ja, ik vind dat een soort beperkende manier van... het wordt ook veel leuker als je gaat kijken van, oh, maar dan moet dit in zitten. Of blij van... soort van... Ja. Nee, absoluut, absoluut. En soms zit er ook heel erg ben je een beetje blind staren op zo'n vacaturetekst. Ja. Af en toe denk ik ook van, ja, maar draai het eens even om en schrijf zelf eens even jouw idealen. Maak je eigen baan. Ja. Dus soms zijn werknemers of werkgevers, ik weet zelf ook uit ervaring, dat zo'n vacaturetekst, het is ook maar een beetje van, nou, knippen, plakken, wat vinden we eigenlijk belangrijk, wat moet je eigenlijk hebben? Deze bedrijven hebben daar eigenlijk zelf, ze hebben daar ook niet zo heel erg over nagedacht. Dus op het moment dat jij dat dan voor ze doet en zegt van, nou weet je, dit zijn alle dingen die ik heb. En schrijf je eigen vacaturetekst en zit je op een andere manier erin. En daar zijn bijvoorbeeld kernwaarden ook belangrijk. Want op het moment dat jij heel duidelijk jouw eigen kernwaarden hebt, kijk naar de kernwaarden van het bedrijf. En zie je wel een match. Als je daar helemaal geen matches ziet, ja, dan zit je gewoon niet goed. Ja. Als iemand als kernwaarde avontuur ondernemend hebt en die is ambtenaar. Ja, bij mij gaat ambtenaar en ondernemen, vrijheid. Ja. Dat wringt een beetje. Hoeft niet altijd, maar weet je, dat wringt ergens. Ja. Ergens kan dat, klopt dat gewoon niet helemaal met elkaar. Nee, dat is zo. Nou, ik hoop dat jij je missie om meer werkgeluk te gaan... gaan genereren of initiëren. Dat helemaal gaat slagen. Nou, ik heb daar een heel goed gevoel bij. En voor mensen die nieuwsgierig zijn nog naar jou, naar wat je doet en die met jou in contact willen komen, waar kunnen ze jou vinden? Nou, ik ben natuurlijk op Instagram, op Facebook. Simply Happy at Work is daar mijn naam. Naam van het bedrijf. Als je mij live wil zien en je woont in de buurt van Amsterdam, dan ben ik elke dinsdag van 5 tot 6:30 geef ik les bij de bewustzijnsschool. Als je een OneFit of ClassPass abonnement hebt, dan kan je je daarvoor aanmelden. Maar je kan ook gewoon een kaartje kopen daarvoor of je plekje reserveren. En op LinkedIn ben ik natuurlijk ook te vinden. En ik doe zelf ook een podcast. En mijn podcast heet Onderweg naar Werkgeluk. En daar vertel ik ook van alles over mijn eigen route van jurist naar werkgeluk-expert komen. Maar ook over kernwaarden, over een thema, over nou eigenlijk alles wat de handige handvaten zijn om je eigen werkgeluk te verhogen. Want ik zeg wel, het is wel belangrijk om je eigen werkgeluk te creëren. Hè. Je bent zelf... Je hebt zelf de touwtjes hiervoor in handen. Ja, dat is zo. Helemaal eens. Jee, wat leuk. Nou, dankjewel Martine voor dit toffe gesprek. En we zetten natuurlijk alle contactgegevens ook in de show notes. Dus kan je het nog even makkelijk nalezen. Ja. Dankjewel voor dit hele toffe gesprek. En heel leuk je even wat beter te leren kennen. En we gaan natuurlijk allemaal naar de podcast luisteren. Zeker. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer weer. Dankjewel. Hoi hoi. Dag, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno.nl Tot de volgende keer. Ciao.